Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag in onze lichaamsgewichtserie is de borst aan de beurt. Ik heb een aantal heerlijke oefeningen voor je klaarstaan. We gaan gewoon gelijk beginnen. Voor de eerste oefening heb je enkel twee handdoekjes nodig en een gladde vloer. Gooi de handdoekjes op de grond, knijp er stevig in en zorg ervoor dat je je borst groot maakt. Je wilt dus niet gaan hangen in je schouderbladen, maar je wilt ze aanspannen en je borst groot maken. Als je die positie hebt gevonden, dan ga je rustig en beheerst je armen naar buiten bewegen. Als deze oefening te zwaar is voor je, dan kun je natuurlijk ook nog steunen op je knieën en vanaf die positie je handen naar buiten te brengen. Voor de volgende oefening heb je enkel een verhoging nodig. Hoe hoger de verhoging, hoe zwaarder de oefening wordt, dus dit kan je helemaal zelf instellen. En zodra je in de opdrukpositie bent, dan wil je in dit geval focussen op je linkerhand, dus de hand die op de vloer staat. Ik wil die hand die op de vloer staat het meeste werk laten doen. Dus ik wil me focussen daarop dat ik enkel en alleen daar doorheen duw. En dat mijn rechterhand in dit geval zo min mogelijk doet. Voor oefening nummer 3 wil je eerst je normale opdrukpositie vinden. En zodra je die hebt gevonden, dan zet je je linkerhand 1 handlengte naar voren. En je rechterhand 1 handlengte naar achteren. En je draait je rechterhand ook een kwartslag. Zodra je die positie gevonden hebt, dan focus je jezelf op je linkerhand. Dus je hand wat naar voren staat. Je rechterhand die draai je expres een kwart slag. Zodat je linkerhand en je linkerarm en linkerborst dus al het werk gaan verrichten. Rechts die is de enkel ter ondersteuning. Voor oefening 4 heb je weer een handdoek en een gladde vloer nodig. En ga je weer in de opdrukpositie staan. Zodra je die positie hebt gevonden, druk je jezelf 1 keer op. Terwijl je als het ware de vloer aan het vegen bent. Op mijn kanaal staan verschillende series, zoals de verzuringsserie en natuurlijk deze lichaamsgewichtserie. Als je al die video's wilt zien, vergeet dan niet te abonneren en dan zie ik je bij de volgende video.